In Brussel was het vandaag op verschillende plaatsen onrustig. Op het beursplein in het centrum van de stad werden zo'n 30 demonstranten opgepakt. Deze linkse demonstranten willen tegen islamofobie protesteren. Maar ze worden opgepakt omdat er in de hele stad een demonstratieverbod geldt. En dit is even verderop in de gemeente Molenbeek. Daar raken groepen jongeren slaags met de politie. Een paar worden opgepakt. Eerder op de dag wilde een extreemrechtse groep in de gemeente demonstreren. Maar ook toen greep de politie in. Uit voorzorg is een metrostation in Molenbeek afgesloten.